Ik ben Lucas Alfons, een van de bewoners van de gemeenschap in Almelo. Ik heb aandacht voor gevraagd voor financiële steun ter buiten voor de aardbeving op de Molukken. Sinds 26 september is een grote aardbeving geworden daar in Ambon van de kracht van 6,8. En tot nu toe is nog steeds bevingen. In totaliteit is 1400, waarvan 170 voelbaar is. De meeste mensen zijn allemaal gevlucht naar hoger gelegen gebieden. En de financiële steun die ik gevraagd heb, is om die mensen te helpen. Omdat ze tenten, alles nodig hebben, ook voedsel, eten. En voor de rest, dat ze geld nodig hebben. Er is hulpverlening op gang gekomen, waarvan ook door een Nederlandse vrouw die in Ambon is gaan wonen een paar jaar geleden. Die is begonnen met eigen hulp, maar ze heeft maar een klein beetje geld. Dus ze heeft toch hulp gevraagd aan de Molukkers hier in Nederland, waarvan ook de meeste ook geld heeft gegeven, maar het is bij lange niet voldoende. Wat is het meeste nodig? Ja, tenten, voedsel, eigenlijk alles wat ze nodig hebben om te leven. Met welke bijdrage van de gemeente zegt u, nou, dat zou nog een grote bijdrage kunnen zijn om de ergste nood te lenigen op Ambon? U bedoelt het bedrag? Geldelijk of misschien niet geldelijk? Ja, geldelijk, ja, als best, ja. Ik kan niet zeggen wat voor bedrag. Maar de gemeente beschikbaar stelt, dan zouden we toch tevreden zijn. Twee gemeenteraadsleden hebben in ieder geval de koppen bij elkaar gestoken om een voorstel te doen aan het college van BMW. Klopt. En ik heb ook van de ene raadslid toch een positieve reactie gekregen. Dat ze toch een binding hebben met de Molukse gemeenschap. En het doet me goed om dat te horen. En ik hoop dat wij dan steun krijgen van de gemeente. Almelo kan iets doen. Almelo kan zeker iets doen. Ja.